Luchtweerstand is verantwoordelijk voor meer dan 50% van het energieverbruik van de gemiddelde auto. Voor onze auto is dit niet anders. Het ontwerpen van een efficiënte zonneauto is wel iets heel anders. Aangezien het zonnepaneel mede bepalend is voor de prestaties van de auto, is het ontwerp niet alleen geoptimaliseerd op aerodynamica. Om die reden zal de optimale zonneauto er ook heel anders uitzien dan de optimale elektrische auto. Hier liggen grote kansen die nieuwe en innovatieve concepten mogelijk maken. We hebben gezien dat het mogelijk is om een vierpersoonsauto te maken die zowel gebruiksvriendelijk als ultra-efficiënt is. Welkom bij de autopresentatie van Solar Team Eindhoven. Ik ben heel erg blij dat jullie met zulke grote getallen zijn gekomen.